Hi guys, leuk dat jullie een kijkje nemen op mijn fashionistas. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe ik een witte muur heb omgetoverd tot een moodboard. En dit is echt een projectje wat al een tijdje op mijn lijstje stond. Wat ik eigenlijk al van de zomer had willen afronden, maar je kent het vast wel, tijdgebrek. Nou, ik ben er vandaag dus wel aan toegekomen om alle kleine projectjes te filmen. Dus zijn jullie ook benieuwd naar hoe je een witte muur kan omtoveren tot iets leuks? Nou, allereerst is het handig om een IKEA in de buurt te hebben. Want dit soort leuke lijstjes kun je daar het beste scoren. Ik heb op sites zoals Tumblr en Pinterest naar plaatjes gezocht die mij het meest aanspraken. En deze heb ik vervolgens in Photoshop. Of je kan bijvoorbeeld PicMonkey gebruiken om een soort van mini moodboard te creëren. En vervolgens print je deze uit. Het is op A3 formaat. En dan klem je deze vast in het lijstje. En daarbij is je eerste mini moodboard in je moodboard klaar. Op de A4 formaat van hetzelfde bord besluit ik met krijt een tekst aan te brengen. En ook een beroep te doen op mijn tekenkunsten die ik helaas niet heb. Maar je kan eigenlijk gewoon je creativiteit loslaten en je eigen bord naar keuze personaliseren. En dan vind je soms ook nog borden waar je helemaal niks aan hoeft te doen. Dit is zeker wel een van mijn favoriete borden geworden. Dit is namelijk een soort van 3D idee. Waarbij je de stoffen, patronen, voorwerpen, alles wat je ook maar inspireert bij elkaar zet. En op een bepaalde manier bij elkaar plaatst. Let ook op het kleurgebruik. En eigenlijk kan en mag alles op deze bord. Het enige wat deze super vette grafische bord nodig heeft, is een quote. En deze heb ik gevonden in een postcard. En ja, zeg nou zelf, deze kick-ass quote met bord. Dit zijn mijn oude vertrouwde fotolijstjes uit mijn vorige kamer. En ik vond dat ze eigenlijk toe waren aan een nieuwe look. Dus besloot ik om lint eromheen te wikkelen, zodat je een soort van nieuwe bekleding krijgt. Eerst heb ik daarvoor secondenlijm gebruikt, maar dat ging niet werken. Dus uiteindelijk besloot ik heel snel over te gaan op textiellijm. En dat was een veel betere optie. Wat je vervolgens doet, is het lint constant heen en weer schuiven. En ervoor zorgen dat de lint de hele lijst eigenlijk bekleedt. Als je tegen het einde bent aangekomen, is het het beste om de hoeken nogmaals met een klein stukje lint af te werken. En als je wilt dat het lijstje hangt, knip je een stukje lint uit en plak je deze in het midden en maak je een strikje. Dit is hoe mijn moodboard wel uiteindelijk is geworden. De borden en lijstjes heb ik vastgemaakt en daarbij gebruik gemaakt van een boormachine. Ik raad je overigens wel aan om een tweede persoon in te schakelen die je hierbij kan helpen. Hoe ik zelf te werk ben gegaan is, ik heb de grootste objecten als eerst geplaatst en deze aan de uithoeken gezet. En vervolgens de kleine borden, één voor één bijgekeken wat past het best en waar staat het mooist. Vergeet dit filmpje niet te liken of te abonneren voor meer DIY's. En tot het volgende filmpje!